Het kantoor is al gestript. Nog één dag een zonnig uitzicht over de stad. Ehm, uh, nog wat is het? Uh, zo'n twintig uur. De eerste keer dat Van der Burg ging besturen is alweer 25 jaar geleden. Toen in de deelraad van Zuidoost. Uit de gelederen van de VVD-fractie kwam Erik van der Burg naar voren. En zijn kandidatuur is unaniem ondersteund door P van de A en GroenLinks. Zo, de knet Maar vandaag gaat het natuurlijk over zijn tijd als wethouder van zorg, sport en grondzaken. Eerst een hoogtepunt. De aanpak gezond gewicht die ik als wethouder ben gestart om kinderen meer uh, uh, ja, op gezond gewicht te krijgen... En wat nu echt wereldwijd wordt gezien als het voorbeeld voor andere landen en andere steden. Dat is toch wel een hele, een hele mooie. Er waren natuurlijk ook hoofdpijndossiers. Het nieuwe erfpachtstelsel bijvoorbeeld. De heftigheid in bepaalde delen van de stad, die heb ik absoluut in eerste instantie onderschat. Um, en wat daarin ook heeft meegespeeld is dat het... Uh, nou ja, het was niet het moment van... Uh, 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 samen. Van den Burg voelde zich namelijk in de steek gelaten door coalitiegenoot D66. Maar dat valt in het niet bij de zaak die Van den Burg als bestuurder het meest aangreep. Nou, de zwaarste in, uh, in de afgelopen acht jaar was wel de zedenzaak. Dat heeft er echt. Dat was echt. Ja, natuurlijk voor de ouders hè, die het hebben meegemaakt in allereerste instantie. Maar daar lopen echt nog drillingen van over mijn rug als ik, als ik daar aan terugdenk. En dan was er ook nog het overlijden van Eberhard van der Laan. De doop van de Johan Cruijff Arena onlangs was daarom wederom een emotioneel moment voor de scheidend wethouder die twee van zijn helden geëerd zag. De snik is nooit ver weg bij u. Nee, maar dit is geen baan, hè. En dit is al zeker geen, uh, uh, geen, geen 9 tot 5 job. Wethouder, dat ben je zeven dagen in de week, 24 uur per dag. En ik ben dat wel... Dit is... Dit is, dit is dit is mijn stad, man. En daar heb ik gewoon acht jaar wethouder van mogen zijn. Ja, dat, dat, dat vind ik fantastisch. En dat vind ik nog steeds. Wauw. En dan maak je ook dingen mee. En dan, ja, nou, de emotie zit bij mij ook uh, uh, hoog. Maar man, dit, dit is echt waar ik als kind van heb gedroomd. En dat is waar geworden. Het is ook gewoon fantastisch. En dan beleef je de positieve dingen, die beleef je heftig. Dan beleef je de negatieve dingen heftig. Maar ja, uh, Who cares? Ik was wethouder van Amsterdam.